vorige week hebben jullie het röntgenologisch onderzoek gezien. Daarvoor de klinische keuring. En deze week de uitslag. Nou ja, dat laat zich wel raden, hè Vero? Alle foto's zijn genomen. Ja hoor. Ja. We hebben dus alle röntgenfoto's hebben genomen. En we hebben ze dus ook de PROC-serie gemaakt. En wat mij betreft kunnen die ook ingestuurd worden voor de PROC. Ik ga even een paar details langs. Ja. Ten aanzien één opmerking van, dus als je naar de sprongen kijkt, dan zit er aan één kant, hier zit wat afvlakking. Hè? Dat noemen we dan een B. In het verleden was dat voor de PROC-commissie wel een bezwaar, maar er is bij later onderzoek gezien dat afvlakkingen wel geaccepteerd worden. Dus ik zou dit gewoon wel insturen. Dat heeft hij aan de andere kant heeft hij een beetje hetzelfde. Dan ten aanzien van de knieën zit er iets links-rechts verschil. En daar zien we aan bij de rechterknie zie je dat in de sulcus, dus dat iets onregelmatig is. Ik zou ook wel want je ziet hem hier op de uitprojectie, zie je verder dat de rolkam zelf mooi strak is. En hier toont de sulcus zich ook goed. Dus ik zou hem wel gewoon insturen ook voor PROC. De PROC gaat altijd een commissie van 3 ernaar kijken. Dus dan wordt er op basis van het besluit van de 3 wordt aangegeven of hij PROC waardig is of niet. Okay. Maar goed, we hebben alle opnames. Ik zou ze insturen en dan... ik neem aan dat u daar ook wel enige ervaring mee hebt. Alleen we geven dus officieel wordt die PROC-uitslag ook... Door de commissie gegeven, dus dan is dat in principe op een later moment. Maar ik heb gewoon mijn beoordeling heb ik gewoon op het keuringsrapport ingevuld. Zijn er nog 2 puntjes waar ik even aandacht op wil vestigen. Ja. Je ziet aan één kant dat hij een klein beetje verbening van het hoefkraakbeen heeft. En dat beoordelen we op de voor-achterwaartse opname ook. Hier zie je aan die kant, dus dat is het... aan de voorzijde, ik zal even, want deze hebben we even overgenomen, dus de linker ondervoet. Yeah. Dan zie je dat hij hier als het ware een uitlopertje heeft zitten. Yeah. Dus dat is wat verbening van het hoefkraakbeen. Links voor aan de binnenzijde. Maar dat is wel in de mate waarvan die ik acceptabel vind. Okay. En hoe ontstaat zoiets? Je ziet dat bij sommige paarden ontstaan. Sommige paarden hebben daar wat aanleg voor. En sommige rassen ook. We zien bijvoorbeeld bij koudbloedrassen zien we het wat meer. En dat kan soms zelfs in hele forse vorm. En dan kan het echt ook wel een bezwaar zijn voor... Voor de sport. Kunnen ze daar dan last van krijgen? Ja, dat werd in het verleden wat milder over gedacht. Nu zien we met voortschrijdend inzicht en ook op basis van MRI-scans zien we dat paarden daar soms wat stijver of ook wel bepaalde ondervoetsproblemen van kunnen krijgen. Mm-hmm. En dus als je een forsere vorm hebt, dan is het in principe kan het tot een verhoogd risico voor ondervoetskreupelheid leiden. Okay. Maar dit is in een mate die wat mij betreft acceptabel is. Dan heb ik nog een tweede puntje van... Heeft het ook met de leeftijd te maken waarbij, of dat niet? Op een gegeven moment wel. Want dat is iets dat ook met de jaren ietsje forser kan worden. Hier zien we de ondervoet. Oh ja, en de reden daar zie je een insnoeringje zitten. Daar hebben we net nog even een aanvullende opname van gemaakt. Want dit is in een blok. Dat is eigenlijk een opname om het straalbeen te beoordelen. En we hebben ook nog een opname gemaakt plat op de vloer. Waarbij het hoefbeen wat meer uitprojecteert. En dan komt hij er iets milder uit. En om die reden heeft Hoefsmit nog even specifiek naar de witte lijn gekeken. En die is verder... normaal bij insnoering het hoefbeen. Dat kan een mechanisch iets zijn. Daar kom ik zo nog even op. En alleen je kan ook hoornzeiltjes hebben, een soort likdoorn bij het paard. Okay. En daar zijn we natuurlijk altijd wel alert op. Maar dit is dus een milde vorm, zoals die er ook op de andere opname uitkomt. Dus is wat, en op de witte lijn zien we helemaal geen afwijking. Dus is wat mij betreft
is dat akkoord. Mechanisch zie je wel dat het paard is wat toontredig. Ja, dus je ziet ook, en dan krijg je natuurlijk ook dat hij een klein beetje meer over de buitenzijde afrolt. Ja. Dus je ziet in de voetstand, zeg maar. Ja. En dat is de stand die hij gewoon heeft. Ja, daar moet je niet aan gaan dwingen. De smid moet er gewoon rekening mee houden en zeg maar in balans houden wat het paard zelf zoekt. Alleen je ziet wel dat ook steunzoeltjes zoals we mensen. Nee, gewoon normaal beslaan. Okay. En wat wij wel doen is dat je oplet of de zeg maar naar voren rollen. Hè, dat de breakover noemen we dat dan, dat die gewoon goed en correct is. En je moet altijd, maar dus bij ieder paard moet je oppassen dat de toon niet te lang wordt. Zodat dan, want dan kun je ondervoetsgevoeligheid krijgen. En dus moet gewoon op tijd beslagen worden. Want de voet die groeit uit, en dan gaat het ijzer weer mee. Yeah. Dus de hefboom die wordt groter en een paard die natuurlijk iets toontredig of iets Frans staat, die heeft natuurlijk iets meer last van een asymmetrie als die toon dan te lang wordt. Okay. En je ziet het, je hebt ook een mechanisch effect op de botstructuur ook, dus en dat kan hier, zou meegespeeld kunnen hebben daarmee, maar goed, ik heb het beschreven, maar het is voor mij in die mate dat ik daar geen hoog risico aan koppelt. Okay. En verder eigenlijk geen bijzonderheden, dus ik heb de klasseindeling zeg maar op het rapport uitgeschreven. Hè? En als we dus kijken naar de opmerkingen, hè? Dus je ziet dat hij wat overbeet heeft en daarmee ook een ietsje ongelijke slijtage van de voortanden, dat kan er ook mee te maken hebben. Daar hebben we het over gehad, hè? Dat hier heb ik aangegeven volgens verklaring eigenaar-verkoper, dus geen kribbenbijten of luchtzuigen in de box. Hè. Dat is dus een belangrijk iets, want ik kan het gedrag nu niet beoordelen natuurlijk. Ik kan alleen maar vaststellen wat ik zie aan bijvoorbeeld de tanden. En dat zijn dingen waar we dan op letten. Alleen hier heeft hij ook iets overbeet. En daarbij geldt ook dat ook vaak in de kiezensluiting dat ietsje speelt. Ja. Dus met andere woorden, dan houdt het in het gebit bijhouden. Maar dat geldt ook weer, dat is net als voeten, dat geldt voor ieder paard. Hè. Dus gezond gebit, gezonde voeten. Precies. Dus en naar de hoefsmid en naar de tandarts. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk normaal. Is dat, ja, in de normale zorg en sommige paarden die hebben bijvoorbeeld wat gebit betreft zelfs iets frequenter wat zorg nodig. Alleen geldt bijhouden. Geldt voor haar ook of valt wel mee? Geldt dat voor nee, haar ik denk niet? Gewoon jaarlijkse check-up. En als er iets speelt, dan maakt hij soms die tijd wat korter, liefst niet langer. Maar gewoon bijhouden, dat is eigenlijk de key. Zowel voor het rijden als het eten. Kan het zijn, ze heeft altijd al slordig gegeten. Mm-hmm. Is dat een ding? Toen ik haar naar hem kocht, toen de eerste keer dat ik kwam kijken, toen stond ze ergens en zei ik, ze knoeit altijd. Hè? Ze neemt een hap en dan is ze de helft. Maar heeft ze altijd ook al gehad? Ja. Ja. Hoort dat daarbij? Daar zou je niet direct van slordig eten, zou je niet direct verwachten dat ze daar, daar een andere slijtage. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat als ze wat neigt te poppen of dat eetgedrag speelt daar wel in mee. Zeg maar, ik dacht meer dat het door als de tanden niet helemaal recht zijn dat ze slordig gaat eten. Ja, dat ze door het eten zelf nog de tanden krijgen. Ja. Dat lijkt me heel bijzonder. Maar. Nee. Ik denk over het algemeen is het zou je niet verwachten dat je want dat zien wij ook. Er zijn zeg maar knoeiers en er zijn paarden die heel weet je, dus heel dat is meer eten. Gedrag. Dan. Ik zou niet verwachten dat een paard daardoor echt slordig gaat eten. Nee, dat was ik benieuwd naar. Misschien is dat een. Nee, dat is meer. Er zijn net als bij mensen zoveel paarden, zoveel karakters, zeg maar. Hè. Dus dat is. Dat past goed bij ons. Ja, precies. Nou, dan verder heb ik hier. Dus je ziet wat toontredig overbeet, hebben we het al even over gehad. Ik vroeg net ook even naar zijn training, zeg maar. Op zijn rug is hij ietsje matig bespierd. Hè. Dus dat zie je, zeg maar, op de rug en lage rug. Heeft ietsje voetverschil. Maar goed, dat zijn dingen en regelmatige beweging en dat is daar ook goed in. Dus daar kom ik verder geen problemen in tegen. Dus, dat is de conclusie. Voor mij geen veterinaire bezwaren. Ja. Nou, perfect. Ja. Bedankt voor het kijken. Volgende week de spannende video waar de meesten op zitten te wachten. Tessa, die het gaat zien. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!